Ja. Ik wil zo, het liefst wil ik zo staan, dan lijk ik groot. Doe maar. Oh, ja. En wij zijn zo staan. Mijn naam is Michiel. Oh, ja. En dit is de echte lijn. Blijf daar staan, blijf daar staan. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En ik ben Soufiane Touzani. Hey. En Touzani wilde ook iets dichter staan bij de camera, zodat hij groter lijkt. Ja. Want als ik naast hem sta, is het zo. Ja, of gaan jullie eens terug? Ja, we gaan terug. Dit wordt ook wel echt heel zielig. Dit. Allereerst like en abonneer. En een van de redenen dat ik hier ben, is omdat mijn kinderen naar deze fantastische mensen kijken. En stiekem kijk ik ook mee. Het is niet omdat je vriendelijk bent, dat we jou gaan laten winnen vandaag. Oh ja, want vandaag is het tijd voor challenges tussen België, ja, dat zijn wij duidelijk, en Nederland. Maar voor we aan de challenges beginnen vandaag, hebben we eerst een aantal vragen voor jou om je wat beter te leren kennen. Oké, let's go. Zijn het moeilijke vragen, Michiel? Ik stel geen moeilijke vragen. Ah, okay. Moet ik overal op antwoorden? Nee, hoeft niet. Oh, hij is een lieve meester. Wanneer was jij voor het laatst in België? Oh, ik moet zeggen, ik ben getrouwd in België. Oh, echt? Ja, ik ben daar getrouwd. Daarna ben ik heel snel weg, hè. Oké. Mijn vrouw komt uit België, uit Borgerhout, Antwerpen om precies te zijn. Ik ben 10 jaar nu getrouwd, dus ja. De laatste keer was 10 jaar geleden. Oh, echt? Nee. Oh, ik was even aan het denken. Ik dacht, 10 jaar. Je hebt toch een aantal video's in België opgenomen? Nee, ik denk 2 maanden geleden. Ja, oh, maar het moet wel vaker gebeuren. Ik wil ook vaker mijn schoonfamilie zien. Zij wonen nog altijd in België. Ja, en ik ga eigenlijk heel mijn leven, ging ik eigenlijk gemiddeld 1 keer in de 2 weken was ik wel in België te vinden. Dus je bent wel een beetje Belg. Allee zeg je, heb jij Tuttevriend? Wat? Weet je wat het is? Nee? Tuttevriend, ja, in Antwerpen is dat kauwgom. Oh, echt? Echt? Ja! Nee, dat niet. Nee, wij zeggen chicken. Ja. En weet je wat muizenstrontjes zijn? Ja. Dat weten we wel. En bij ons zeggen ze lolly, maar jullie zeggen likstok. Likstok. En knipperlichten zijn bij jullie pinkers. Ja. Ja. En wij zeggen fysiotherapeut, jullie zeggen kinesist. Ja, wauw. Oh, en één ding zei iemand ooit tegen mij, een hele mooie, een van de beste Belgische zaalvoetballers aller tijd. Ik zei een keer tegen hem, hoe gaat het? Hij zegt, ik zit gekwetst. En toen dacht ik, oh, hoezo? Wat is er gebeurd? Ja. Ja, maar hij bedoelt kwetsuur, zeg maar. Ja. En wat dacht je dan? Bij ons is kwetsen iemand beledigen, snap je? Oh, nee. Ik ben gekwetst, dus ik ben geblesseerd. Ja. Dus ik ken alle Vlaamse, ik ken nog meer dan jullie. Ja, precies. Oh, alleen gaan we subiet voetballen? De Dekkela Challenge? Ja. Wat zeg je? Jullie zeggen zonder dek, toch? Gewoon ja, lat. Gewoon lat, ja. Latje eigenlijk. Ja, lat, meer lat, ja. Maar Vlaams versus Nederlands is voor een andere keer. Vandaag is het voetbal, oké? Okay? De tweede vraag is eigenlijk al een beetje beantwoord, want wat is jouw mooiste herinnering aan België? Maar dan gaan we terug naar je trouw, denk ik. Ja, mijn vrouw gaat ook kijken. Dus sowieso. Ja, je trouw. De Rode Duivels hebben een goede ploeg, maar wie is jouw favoriete speler van de nationale ploeg van België? Als persoon Eden Hazard, als voetballer Kevin De Bruyne. Carrasco doe ik ook wel tekort, vind ik ook een bijzondere jongen. Lukaku heb ik nog nooit ontmoet, maar dat lijkt me ook wel een hele bijzondere gast. Die is ook wel beest. Maar, om heel eerlijk te zijn, als ik een dame uit België mag kiezen en een man, dan zijn mijn favoriete voetballers wel Celine Michiel. Oh, wow. Dat zeg je nu voor de voetbalchallenge, hè? Ja, helemaal punten scoren, denk ik. Even op tempo, je hebt 10 seconden. Nu, Borgerhout telt niet mee. 5 steden in België, go. Genk, Gent, Brugge, Vilvoorde, Anderlecht, Brussel. Oh, wauw. Sterk. Sterk. Okay, en voor we beginnen aan de voetbalchallenge, misschien de allerbelangrijkste vraag. Wacht even, dus jullie hadden samen voorbereid van, we gaan een moeilijke challenge doen. In 10 seconden moet hij 5. Ja, we dachten dat het moeilijk ging zijn. Maar nu wel de moeilijkste vraag. Mm-hmm. Friet of patat? Ik zie die peen Ja, ik zie de peen ook. Patat! We gaan beginnen met de challenge. Voor we beginnen met de challenges, tijd voor een opwarming. Het shockspel, jullie zien het wel. Als je beweging maakt zonder dat je de bal krijgt, lig je eruit. En met Touzani hebben we wel een sterke tegenstander. Jij begint? Ja. Oh. Bij ons alles met handen telt niet. Mensen uit België claimen dat het spel hier vandaan komt. Ik wil dat even rechtzetten. Er komt zelfs alarmgeluid bij, hoor. Ja. Oh, jammer dit, hè? Oh. Even warm worden. Oké. Oh. Maar het glijdt hier wel, hè? Ja, je probeert nu te praten ondertussen. Ja. Ik zeg even, bij ons moet je
wel duidelijk zijn. Hè? Ah, oké, oké. In België zijn ze wel strenger dan. Ja. Oh, wow, 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 ja, oh. Oh, bijna nog. Wie als eerste zowel de linkerpaal, de rechterpaal als de deklat raakt, die wint de eerste ronde. Er zijn 5 rondes. Jij mag beginnen, je bent mevrouw. Dankjewel. Serena, one and only. Voor wat ga je als eerste? De rechterpaal, denk ik. Oké, als je nu de linkerpaal raakt, dan neem ik die. Oeh, oké. Ik ga ook voor de rechterpaal. Oké. Eén ding is een fact, ik ga winnen van Celine Depp. Oh, wow, wow, wow. Oh. Wow. Die is in de buurt, hè. Easy. Oh. Ik was in de modus van niet je best doen, maar nu heb ik gezien hoe zij schiet. Zij kan heel goed schieten. Shotten, ga je best shotten, doen. Shotten, shotten. Shotten. Rechter, rechter paal weer. Oké. Okay. Oh, wow, 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 wow. Go, go, go. Mooi, mooi. Maar dat is een punt. Oké. Okay. Oei, 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 oei. No look. No look, oké. Okay. No look. Oh. Ah. Speciaal voor alle fans uit België, Nederland, Luxemburg, Benelux, Rabona. Oké, okay, maar hebben we hier een VAR nodig? Net vernieuwd. Ja, zij zijn net vernieuwd. Dat was een woordgrap trouwens. Ja, dat is echt net vernieuwd. Wauw. Kom op. Oeh. Ah. Net niet. Net niet. Nee! Hoezo? Ik kan hier echt nog jaren staan. Hè. Oeh. Oh. Nee! Hoezo? Waar komt Rabona vandaan eigenlijk? Van iemand die denk ik ooit eens achter zijn steunbeen schoot, net als Panenka denk ik. Voor de mensen die het beter weten dan mij, reageer het onder deze video. Eigenlijk de elastico komt ook van Ronaldinho. En dan heb je de Zidane-beweging van Zidane. Oh, oh, sorry, sorry. Van Rivelino. En hij voetbalde al in eind jaren 60, 70 in Brazilië. Oh. Hij heeft een hele dikke snor, die ga je vinden. Oké. Okay. Rivelino. Missen! Oh! Je te hoog. Ja! Oh. En heb je nog iets geraakt? Nee, één paal. Maar niet te snel, hè, Gim. Je hebt er nog 2 te gaan. Ik win. Wacht. Net schoot ik hem hoog, weet je waarom? Blauw duimpje omhoog houden, allemaal. Oh, wauw. Wow. Oh, zo. Oeh. Oh! Ja, het was wel goed. Hoor je geen neft? Nee, nee, nee. Misschien moet je eens Rabona proberen op de paal. Of meer richting daar schieten, heb je eigenlijk dubbel kans. Hé! Hey. Waarom geef je hem tips? Oh. Wauw, kijk, en dan scoor je ook mooie doelpunten. Ik wil echt graag in beeld, hè. Als je de hele tijd een tractor voorbij ziet gaan, dat er zijn 2 oude mannen die heel graag in beeld willen. Daar zijn ze momenteel. Oh, reageren hoeveel keer jullie deze al gezien hebben. Hé, hey, mensen, kom op, ik wil ook nog een challenge doen. Ja! Oh, eindelijk. Mooi! Daar is de deklat! Oh, zo! Oh! Maar het kan nog, kom op! Ja! Ja, 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 ja! En nu die paal, nu die paal! Presteer je onder druk? Nee. Nee, oké. Laten we maar alvast nee zeggen. Wees! Ah! Kom op! Elke keer is. Je hebt matchpointen, oei, oei. Kom op! Ik leef nog. Oh, jullie komen wel dichter. Jullie komen dichter. Mijn hart. Ja! Oei, 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 oei. Voor de meisjes die voetballen. Hey. Oh, wacht, wacht, zoek, zoek. Ik heb wel één ding dat ik moet zeggen. Celine is begonnen, dus eigenlijk krijg je nog een kans. Klopt. Ja, die krijgen we. Eén laatste kans om gelijk te maken. Ja, dat is het eerlijkste, toch? Ja. Nee. Doe maar. Doe dan maar. Hebben jullie evenveel kansen gehad. Nee, nee, nee. Ik heb haar als eerste gelaten. Ja, maar... Dan had ik steenpapier. Ik zei vrouwen mogen eerst. Dan had ik gewoon steenpapier schaal moeten doen. Oké, okay, dat is aan ik jouw heb verloren. Keuze. Ik kan niet tegen mijn vriezen. Ik heb nu error hier. Error, oké, okay, dan gaan we naar de volgende challenge. Maar alles kan nog, want we hebben 5 challenges. En het is nog maar 1-0 en dat was op de paal. Maar wel de verkeerde paal. Verkeerde paal, ja. Waar is Tuzani? Ik ben weer aan het focussen op de camera.
Ik zie daar ik durf niet naar links of rechts te kijken. Hij is scherp, man. Oh! Ja, jij probeert het ook daarnet. Oké, nu is het tijd voor de Two Touch Challenge. Eén iemand gaat een doel, één iemand in de halve cirkel. Elk 5 pogingen, wie het meeste scoort, die wint. Blaadsteen, schaar, wie begint? Blaadsteen, schaar. Oh, je zegt blaadsteen, schaar. Schaar, steen, papier. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oh. Steen, papier, schaar. Oeh. Ja, oké. Okay. Jij mag kiezen. Jij een doel? Oké. Daar gaan we, eerste poging. Oh, wat een vriendelijke pas. De trap. Oeh. Ik verwacht wel een duik van hem vandaag. 1-0. 1-0, kom on. Je moest gewoon duiken. Ja, je moest duiken, Pizani. Oké, okay, jouw poging. Let's go. Kijk, ik zal ook makkelijk. Oké. Okay. Mooie pas. Touch. Oeh. Wauw. Hij zegt, het wordt altijd moeilijker. 1-1 nu. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Wow. Oeh! Net naast. Mooi telt niet. Het vieze moet binnen zijn. Tellen wel. Yes. Mooi niet. Je gaat scoren, denk ik, ja. Ja. Klaar? Oh, daar komt hij. Lekker hoor. Oh, touch. En de trap. Wow, de save. Kom maar. Michiel Kallebout met de save. Nog steeds 1-1. Yes. Come on. Oh. Keeper met skills. Damn. Ik krab hem nu gewoon in de kruising, hè. Oh, wauw, wauw. Wauw, mooi. De touch. Kom op. Oh, achteruit, de knal. Wauw. Kom op. Mooi. Heel derde poging. Alles kan. Wat? Ja, kom maar. Daar komt ie. Oh, de pas. Oké. De touch. En het schot. Ja, ik dacht dat hij naar daar ging trappen, want nu keek je ook dus weer naar daar. Ja. Ai, daar komt hij. Oh. Touch. Oh, nee. En. Oei! Oh. Oh. Stiekem miss. Doet hij karate. Mis, mis, mis. Oh, daar komt hij. Ja, hallo, even kijken. Pak hem ook gewoon, hè. Oh. Kom dan. Oei. 2-2, laatste poging. Deze moet binnen. Daar komt hij. Oh. Oh, touch. Oh, die kan nog schieten. Fuck, nee. Oh. Ik ging hem in de kruising trappen. Ja, bijna. Nu moet ik hem wel pakken, dat is gelijkspel. Klopt. Nu moet je wel echt scoren, hè? Dan win je. Oh, is het de winnende? Ja. Daar komt hij. Maar ik pak hem, hè. Touch. De trap. Oei. Oh, oh, oh. Zoei. Cristiano Tuzani. Ja. Wat voor schoenmaat is dit? 49,5. Kijk dit. Oh. Tijd voor challenge nummer 3. Panna challenge of skill challenge. We spelen 1 tegen 1 en je speelt tegen ons allebei. Oké. Oké, wie het meeste punten heeft, wint. We spelen tot 3 elke wedstrijd, maar als iemand een panna krijgt, is het gedaan en krijg je 3 punten. Oké. Oh. 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 Ik heb wel lange benen, hè? Ja. Hele lange benen, eerlijk gezegd. Oh-oh. Komt er hier een panna? Wow. Oh. Oei. Oh. Oh. Ja. Oh, damn, dit gaat echt snel. Ja, die nemen we niet meer. Ah, nee. Die nemen we ook niet. Maar is echt, je moet de bal hebben ook. Oh, oh. Druk zetten. Oh. Nog een stukje. Oh. Damn. Dat doe je niet meer, hè? Nee. Ja, oké. Okay. Oh ja. Ah, is het echt? Ja, is echt. Oké. Okay. Oh, ik weet niet wat er gebeurde. 5 minutes later. Oh! Dat was wel een kans, was een kans. Die ging snel. Ja. Oh, ik heb zo'n lange been. Ik moet hem toch panna kunnen geven. Ja. Ik ga niet voor de goals. Je mag alvast weten, ik ga niet voor de goals. Oké, okay, oké. Okay. Echt voor de panna. Ik ga wel voor de goals. Oh! Oh! Oh. Oh. Ja,
Oi. Ik wil de bal natuurlijk ook afpakken. Hè. Ik ga niet de hele tijd zo staan. Nee. Maar ja, niks aan te doen. En hij is ook geblesseerd. Ja, klopt. Dus dubbel respect. Gekwetst. Dat is wel zo. Hij durft echt aan te vallen. Ja, klopt wel. Dat moet wel gezegd worden. Daarom kan ik ook makkelijker pannen geven. Je hebt wel 3 punten nu. Ja. Céline kan ook nog 3 keer scoren. Dan wordt het gelijk. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ga ook 3 keer trappen. Hè. Oh, trappen. Hey, yeah. Voor Céline is het een penalty challenge. Ja, oké. Okay. Sorry, we moeten punten pakken. Oh. 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 Ah, die snelle voetjes. Oh. 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 Nog een keer proberen. Zo, zo. Oh. Ah, nee, was die er al door? Die was er al door, kom op. Dat was echt erg. We hebben 2 keer gescoord. Oké. Ik vind toch voor herhaling vatbaar hoe je mij vandaag hebt gechoqueerd. Ja? Oké, okay, Toro nu nog eens. Jij bent het? Ja. Oh. Momenteel 2-1 voor jou. Jij hebt 2 rondes gewonnen, wij 1 ronde. Ja. Maar dit is een ronde voor ons. Oké, okay, want onze band die kan nooit stuk. Oh, kijk eens. Oh. Kijk, we hebben daar een autoband. Jullie krijgen allebei elk 5 pogingen om te trappen door de autoband. En 1 iemand zal de band dus ook rollen. Oké. Okay. Makkelijk? Ja. Start maar, kom op. Wow. Oei. Wow. Oei. Oh. Oh, bijna. Niet zo hard, denk ik. Niet zo hard? Nee, ik zou iets zachter. Maar hij moet een beetje in de lucht, want anders gaat hij gewoon tegen. Ja, dat snap ik. Wat roept een Belgische commentator altijd als er gescoord is? Goal? Binnen. Binnen. Oei, 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 bijna. 2e poging, kom op. Het is moeilijker dan het lijkt. Ja. Kom op, hè. Oei. Ja? Die zat. Céline, als jij wil acteren, moet je nog wel even wat leren. Ze proberen mij in de maling te nemen. Oh, nee. Hoezo? Camera uit. Nee. Je bent wel goed bezig, maar ja. Niet goed genoeg. Niet goed genoeg, ja. Kom op, 4e poging. Oh, je was... Zijn enkel is helemaal kapot nu. Ik doe mijn rug, alles. Gaat hij voor de Rabona? Oei. Kom op! Yes. Maak het af! Oeh. Ja! Kom op! Ja! Lekker hoor! Ik heb 2 keer van jou verloren. Deze goal gun ik. Die goal gunt mij niet. De stand is momenteel 2-2. Tijd voor de laatste challenge. Wij gaan trappen van op de 16 meter richting de deklat. Dan komt de bal terug en moeten wij afwerken zonder dat de bal de grond raakt. Oh, de bal mag de grond niet raken voor hij de lijn passeert. Dus hij komt van de deklat terug, uit de lucht moet je schieten. Ja. En hij moet in 1 keer in goal. Ja, stel dat de bal zo terugkomt en je werkt zo af. Telt niet. Telt het niet wat hij botst voor de lijn. Dus het is wel moeilijk, hij maakt het nog moeilijker. Ja. Laatste challenge, alles beslissend, moet moeilijk zijn. Die moeten we winnen, hè? Die moeten we winnen en die gaan we ook winnen. Oké, let's go. Steen, papier, schaar. Oké, jij begint. Dan ga ik wel beginnen. Ja. Oké, okay. En inderdaad, Tuzari zei het net, wie scoort, die wint gewoon. Ja. Zonder bot. Oké, veel succes. Daar gaat ie. Ah. Oeh. Daar gaat hij. Oh! Ik kan niet koppen. Damn! Ja, ik schrok gewoon. Ik weet niet wat ik moest doen. Oh! Net niet. Oh! Oh ja! Ja! Oh, nee! Oh! Nog eens! Oh! Thermo, mooie thermo. Oh, trui gaat weg. Het is even serieus nu. Stretje. Even nek kraken. Daar gaat ie. Ah, oeh. Elke keer als ik zoveel tijd neem, dan gaat het helemaal van. Ik denk dat het tijd is om terug naar België te gaan, toch? Ja, toch wel.
Heel veel energie. Ja, ja. Ja, no. Wat gebeurt er als ik Rabona trap op de lat en dan binnenkom? Dan ben je echt legend. Oh, gaat hij doen? Wow. Oh. Het was wel op de lat. Het was op de lat. Oh. Oh, oh ja. Oh, hij valt er niet meer in. Karatekid. Ja. Als je profvoetballer bent en je bent nu aan het kijken en je denkt van hey, waarom kunnen ze dat niet? Kom ons testen dan. Kom, daar Celine, Michiel en mij uit. Dan gaan we zien. Ja, voilà. Oh. 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 Als ik te veel focus, dan is er geen focus. Ja. Snap je? Wat een ding. Deze is Rob en binnen. Oké. Okay. Rob! Oh. Oei. Nee toch! Ja, ja! Nee! Oh nee, waarom? Kom on! 12 seconds later. Ja. Oh! Ja! Ja! Jawel! Ja. Ja, na 38 kwetsuren en heel veel uren heb ik eindelijk gewonnen. Ik wil iedereen bedanken. Mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrouw. Alle fans, dit is de grootste trofee die ik ooit heb gegeven. Waar is mijn trofee? We hebben nog een trofee voor jou. We hebben nog iets. Echt waar? Echt waar. We zijn waar. Voorbereid. Ja. Niet dat we ervan uitgingen dat je ging winnen, maar we hebben wel een trofee. Ja. Niet dat we wisten dat jouw vrouw ook uit België kwam, ja. Maar we hebben wel een mooi aandenken. Een truitje van België, niet zomaar een truitje. Deze ga ik zelf houden. Alsjeblieft. Oh, super tof man. Die ga ik wel even aandoen. Oh, ja, oh, oh. Wauw. Ja, kom je in ons team? Ja, die valt je weg. Oh, yeah. Wow, die hebben shine. Mooi. Hé, ik zei toch, wow. Eden Hazard. Draai eens ja, op, wow. Draai eens op. Eden Touzani. Ja, wauw, kijk. Wow, Eden Touzani. Voor hoeveel likes gaan we op deze video? Jij mag het zeggen. 28.000. 28.000 likes. Oké. Okay. Oké, moet lukken. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Vergeet ook zeker niet Touzani uit te checken, want ja. Je hebt bijna een miljoen. Oei, oei. Touzani hangt rond de miljoen, ja. Maar als deze video online komt, ga je rechtstreeks naar 2 miljoen, want iedereen gaat abonneren op jou. Ja. Anyways, bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Touzani, snap je? Oh ja, Touzani.